Wetenschappers hebben ontdekt dat als je zacht tegen koeien praat of ze aait, dat ze dan minder stress hebben en zelfs meer melk produceren. En daar weet boerin Marijke alles van. Het is natuurlijk heel belangrijk dat onze koeien geen stress ervaren, puur voor hun dierenwelzijn. We willen absoluut geen koeien met stress, maar dat ze heel goed in hun vel voelen. Boerin Marijke doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de koeien gelukkig zijn en geen stress ervaren. De grootste stressfactor bij koeien is dat ze te weinig eten zouden krijgen, dus voldoende voorzien van eten. Deze temperatuur is ideaal voor de koeien, maar in de zomer, de echte hittestress, dat hebben koeien absoluut niet graag. En daarvoor hebben wij ventilatoren in de stal hangen om eigenlijk een perfect klimaat naar hun zin wat te kunnen geven. Hey. Wij praten ook tegen onze koeien, vooral als we melken wel automatisch, maar we werken wel altijd tussen onze koeien. Dus wij praten ook tegen hen. Als ik zo merk van er moet er eentje naar de robot gaan, dan denk ik kom Mieke, we gaan een keer naar de robot gaan, we gaan ons een keer laten melken. In de stal genieten de koeien van muziek. En dat is om ervoor te zorgen dat ze wennen aan het lawaai en zich niet rotschrikken als het eens luidruchtig wordt. Omdat wij ook veel bezoekers hebben op de boerderij. En als die in de stal komen, die doen activiteiten en zijn soms zo enthousiast dat de koeien daarvan ook schrikken. Dus daarom willen we een beetje de rust toch wat behouden in de stal. Hier staan meer dan 100 koeien. Ze allemaal aaien is bijna onmogelijk. Maar daar is wel een oplossing voor. Het zijn onze massageborstels waar de koeien zelf kunnen gaan tegenstaan. Als ze een keer willen ontspannen of relaxen, kunnen ze daar geborsteld worden. Want we hebben 120 koeien hier in de stal. We kunnen die niet allemaal zelf masseren, dus dat doen de borstels voor ons. In ruil voor de aandacht en de beste zorgen geven de koeien veel melk. Merci om te kijken naar Karrewiet. Abonneer je zeker op ons kanaal. En als je meer video's wil zien, klik dan hier.